Wie is het populairst bij de vrouwen? Ja. Oh, weet je, van vrouw tot vrouw. Ik lik een tienerkoning of... Nee, de jemne, de king. Hey, pas op, met zijn haar achteruit. Jongens, schat. Je moet wel aan het doen dat ik even... Ja, je moet aan het doen dat ik wat veel en af en toe verzorgen. Maar als ze pas een moesje dan is het zo. Ja. Ja, echt waar. Klik, ja. Ik was er net over de Nico bezig, dat ik denk in al die jaren dat ik wel 7 of 8 verschillende meisjeslachten gekend heb zien staan van de Nico. Ja, echt waar. We hebben het net over bezig, dus ik denk wel dat er een stuk of 7 of 8 mensen gaan zien staan. Dat is ook echt 80, 50 jaar reageren. Ja, wel jongens. Knap. Broer, zusje, broer. Dat is van die dingen. Hartjes in alle kleuren. En je weet het, hè. Ik denk dat een team wel in smaak valt, veel bij heel veel vrouwen. Vaak in de jaren ook wel. Een serie valt ook bij heel veel, of ga ik eens in de jaren, dat je kunt zo bezig worden met zijn team. Ik moest er vindt in de kick van de ploeg, dat is voor mij een broer, maar ik val op kool daar weg. Maar dat is een vrouw. Ja, dat moet een vrouw. Voor de vrouwen, zal een shout-out. Die is de kinderfoekie. Ik denk een team. Wij hebben een team, yes. Voor mij, ja. Voor mij heeft het de valk in de jaren. Pak maar de jaren met hem de valk in de romantie zit. Ja. Easy. Jaren Wallaert. Jaren Wallaert. De Kiem. Inderdaad, de Kiem. Op het veld, naast het veld en op scoutsfeestjes. Hij scoort overal. Ja, zeker in de rest. Leuk. Goeie one-liner. Nee, dat is anders. Dat is dat. Voor mij is dat, volgens mij is dat toch de Glim. Moet toch eerlijk antwoorden op die vraag. Of als die Goro uit en allemaal in zijn DM's kijken. Denk toch dat de Glim is. En toen dat hij steeds een foutje terug. Ja. Oh, dat is gevolgd.